wieler zijn. Hey, als Nederland voor Rusland wint, hè? Wie, ja? Dan eet ik deze perskaart op. Hey, hou op, Harry. Als ik win, dan scheer ik mijn baard af. Nee, dat deed Erik Gerrits. Ja. Hey, nou, dat kan ik ook doen. Vind je dat leuker? Nee. Als Nederland voor Rusland wint, scheer ik mijn baard af. Ik vind dat pseudo-populair voetbalgeleuten. Wat? Als we winnen, loop ik van Venlo naar Breda. Ja. Nou, dat deed jou reken. Ja, dat kan ik ook doen. Ja. Oh, ja? Ja, dan loop ik dus van München naar Amsterdam als Nederland voor Rusland wint. Oh, ja? Vind je dat leuk? Nou, als jij dat doet, Harry, ja, dan zeg ik op het vliegveld tegen jou, ja, suus. Jezus, dan doe je het weer. Dan doe je het weer. Over een half uur begint die wedstrijd, man. Ja. En nou moet jij weer naar een hakkenbar. Ik kan het toch niet helpen? Ja, houd dat dan mee op. Ik moet eerst naar een hakkenbar, anders kom ik niet in het stadion. Ja. Godsamme. Ja, dankjewel, hoor. Aaron Winter. Aaron, het was leuk, hè? Duitsland, Nederland, hè? Ja. In de bus. Zeer zeker. Wat maar heb jij ook gedaan in de bus, weet jij dat? Na afloop van de wedstrijd? Nee, dat weet ik niet meer. Nee? Nee. Maar ik nog wel, hoor. Ja, wat heb ik gedaan, hè? Ja. Je stond met een flesje bier en er stond op zeg maar een meter of vier afstand stond Lothar Matthäus. Die werd geïnterviewd door de Duitse tv. En jij riep dus door de deur van de bus de hele tijd iets in het Duits. Wat riep jij? Weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet meer. Nee? Nee. Jij riep de hele tijd, Lothar, Lothar, du hast verloren, Lothar. Ja, zei ik dat? 2-1, Lothar. Nou, dat kan ik me allemaal niet meer herinneren. Nee, gek is dat, hè? Ja. En toen was het klaar, hè? Dus dat had jij dus een minuut of drie gedaan, hè? 2-1, Lothar, dankeschön. Schade, Lothar. Toen kwam Frans Beckenbauer in de bus, hè? Oh, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gezien. Nee? Ik weet wel dat, dat ik dat zei, maar... Oh, dat weet je nu ineens weer wel? Jawel, je hebt me eraan herinnerd. Oh! Dus ik had je wel even weer kwijt. Dat soort dingen verdwijnen snel uit je gedachten, hè? Dan... Ja, dat klopt. Ja, hè? Dan ben je met andere dingen bezig. Ja, af en toe. En er is zoveel gebeurd en dan vergeet je de helft. De aankomst van de spelersbus voor de laatste persconferentie voor de finale. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht ein Hackenbar? Ein Hackenbar? Hacken? Hackenbar? Hackenball? Nein, nein. Bar. 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 Die Hackenbar. Hackenbar, ja. Hackenbar kenne ich nicht. Kenn ich nicht. Okay. Schöne Hose. Schöne Hose. Gut so. Nederlands beste Spieler. Hier ist der Frank Rijkaard Jingle. Ben de Graaf, kritisch journalist, door sommigen beschuldigd van negativisme. Ik bedoel, ik ben niet per definitie negatief, ik ben, laten we zeggen, kritisch. En vooral ten opzichte van de eigen ploeg. Want het is geen kunst om kritisch te zijn ten opzichte van de Duitsers die we haten, of de Engelsen die dom zijn, of de Fransen die slap zijn, of de Italianen, de mafiosi, dat is allemaal zo geen kunst. Je moet altijd met jezelf beginnen. Ja. En als je dat dan kritisch benadert, dan heb je denk ik ook recht van spreken ten opzichte van die andere ploegen. Maar als je alleen maar die anderen slecht vindt en wij zijn zo goed, dan vind ik dat je dom bezig bent. Maar nu zijn wij toevallig goed. We zijn niet zo slecht, waar we niet overdrijven, Harry. We hebben dus matig gespeeld tegen de Russen. We hebben zwak gespeeld tegen de Ieren, tussen aanstekers, want dat ben ik natuurlijk niet. We hebben dankzij Van Basten die Engelsen gewonnen en dan eindelijk een goed partijtje tegen die Duitsers, die ontzettend slecht waren natuurlijk. Dus we moeten nog even afwachten tegen die Russen, hè? Want denk erom, die gaan erin, hoor. Gaat het worden tegen die Russen? Geen makkie. Nee? Nee. Nee, nee. Ze moeten echt wel goede huizen komen om die jongens te kloppen. Ben, maar heel Nederland staat op zijn kop nu, hè? Iedereen is daar aan het juichen. Hosanna, tralala. En dan zien ze zo'n beetje toch een tikje sikkenurige man over het Nederlandse voetbal praten. Dat rijmt toch niet met elkaar, wel? Waarom? Waarom moet ik me dan conformeren om zo'n moeilijk woord te gebruiken aan het Nederlandse volk? Wat heb ik nou met het Nederlandse volk te maken? Mijn familie belt me ook steeds op van fantastisch, joh, leuk en schrijf een beetje positief. Ja, we hebben het... Ik bedoel, het is mijn... Ik schrijf zo positief mogelijk. Wow. Ja, echt waar. Ja? Ja. Het is soms moeilijk uit mijn pen te krijgen, maar ik doe het. Ja. Wat is de meest positieve zin die je geschreven hebt, dit toernooi? Nou, dat kan ik me niet meer herinneren. Dat is moeilijk. Maar ik heb toch af en toe het echt lof toegezwaaid aan die jongens. Van Basten, goede voetballer. Koeman, hè? Een beetje domme jongen, maar een goede voetballer. Rijkaard, goed gespeeld. Gullit niet slecht, een beetje tegenvallend.
Dus bij elkaar is het een hele positieve balans. En daar kan je niet negatief over doen. Dat is onmogelijk. Kijk, je moet de feiten niet in het oog verliezen. Ik ben geen nar, zoals jij. Ik ben een slaggever. Rustig aan, Ben. Zou een serieus gesprek worden dit, hè? Nou ja, goed. Dus. Nou, ik moet het serieus bekijken natuurlijk, hè. En ik probeer de feiten te laten spreken en dan trek ik mijn conclusies. En als iedereen dan staat te jagen, dat zou mijn zorg zijn, van mij bespreken ze het dak af. Nederland. Dat moeten zij weten. Dat doen in Ierland ook natuurlijk als ze winnen. En dat is goed recht en ik vind het mooi voor de mensen, want ze gelukkig zijn. Hoe gelukkiger, hoe beter. En dan hoef ik het ook niet te zijn. Uren voor de wedstrijd hebben Nederlandse supporters al bezit genomen van de binnenstad van München. Een sfeerbeeld. Holland! 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 Hey, Holland! 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 2-2-1! Holland! 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 Het fotograferen van de vedetten en de aanval van de meute. De bank zitten. Nummer 9, Johnny Bosman. Nou John, wat doen we in de finale? Want het wordt nou een beetje kritiek natuurlijk, hè? We kunnen niet allemaal maar over ons kant laten gaan, wat er nou gebeurt. We moeten iets doen, hè? Ja, we moeten inderdaad iets doen. Ja, maar ik hoor graag van jou wat we gaan doen. Ja, wat gaan we doen? Winnen en erin komen en de win onderscoren. Wat dacht je daarvan? Zo, dat klinkt vol zelfvertrouwen in ieder geval. Dat klinkt wel. Ik geef me zelfvertrouwen, moet ik zeggen. Ja? Ja, omdat ik... Ja, het is de laatste kans, hè. Ja, maar dan moeten we hopen dus op een blessure. Ja. Wie moet die blessure krijgen dan? Ja, Ruud. Ik denk dat Ruud de blessure moet krijgen. Gullit. Ja. Die speelt een beetje achter Marco. Ja. Dus ik denk dat als die eruit gaat, heb ik wel kans dat ik op die plek erin zou komen. Dus een kleine tik tegen de enkel is voldoende? Ja. Hé? Ja, hij heeft wel last van zijn enkel. Dus, dat gaat goed. Dat is gunstig. Dat zijn gunstige berichten. Dus dat maken we een goede kans op. Ja, inderdaad. Je bent klaar om in te vallen? Ik ben helemaal klaar, ja. Ja? Ik heb er zin in. Je hebt er zin in zelfs? Zelf zin in, ja. Dus je wil meedoen? Ik voel me goed, ik ben fit, dus ik heb zin om te spelen. En die Kuznetsov is er niet nou? Die is er niet bij, dus... Kijk, maar ja, dat is dan weer het vervelende. Want stel nou dat die Van Basten die maakt 1 of 2 goals. Ja. Dan zeggen ze allemaal, zie je? Hadden ze in de eerste wedstrijd moeten doen. Ja. Ja, maar die Kuznetsov doet daar niet mee. Dus, nee, precies, dat is een makkie voor hem. Precies, kijk, dan komt hij tegen een slappe Rus en dan zeggen ze allemaal van... voel je wat eraan zit te komen? Ja, dat zit er altijd in, hè. Ja, dat gluurt gewoon om de hoek. Ja, dat zo gaat dat, hè. Maar je wapent je er toch wel op voorhand tegen, hè? Dat je wel gelijk zegt, ja, maar Kuznetsov deed niet mee. Dat zal ik gelijk zeggen. De generaal, de generaal, de generaal. De generaal.
wat we nog niet behandeld hebben, was het onderwerp wat jij tegen Matthäus hebt gezegd in het veld. Want jij hebt hem ongeveer ergens tegen het einde van de wedstrijd 30 seconden lang in zijn oor zitten toeteren. Nou, nee. Nee hoor, ik zei gewoon... Is jouw Duits zo goed dan? Ik vind het wel zielig voor je, zei ik. Ja? En ja, het spijt me. Je vond het zielig voor? Ja, echt waar. Hij stond te huilen bijna. En dat vond ik zo jammer. Want het is zo'n fijne jongen, is het. En dat doet je toch pijn dan, hè? Maar dat wordt een probleem met de Russen natuurlijk, hè? Hoe doe je het dan? Nou, met de Russen niet. Die jongens die wekken geen agressie op, vind ik. Nee? En, nee, dat zijn net robots. En die irriteren niet, hoor. Robots niet, nee? Nee. Dat vind jij een beetje robots? Nou, ik vind het niet, lijken me niet... Jongens, van wat je zegt, nou, daar ga ik even lekker mee, nee? mee dollen. Niet molto simpatico? Ja, non molto simpatico. Nee? Ja, maar dat wordt verder alleen maar handje geven en doorlopen, denk ik. Of af en toe eens een elleboog. Ja, maar vaak heb je geen tijd om met die jongen, want ze gaan zo snel. Je hebt geen eens tijd om denk ik wat te zeggen tegen ze. Tegen die Russen? Nee, dat is echt onvoorstelbaar. Zulke snelle mensen heb ik nooit gezien. Maar... Ja. Hebben we ook weer onze jongens voor. Ja. Ja? Gaan onze jongens het opknappen? Ja, ik denk dat mijn jongens wel weer wat flikker. Ja? Jawel. Het wordt weer de hoogste tijd voor de Berry van Aarlen jingle. Berry van Aarlen. Dat is mooi, hè? Ja, dat is hem wel, denk ik. Ik denk dat dit hem wel ongeveer was. Ja, je hebt hem nog niet gehoord, maar vond je hem mooi? Ja, prima. Goed, hè? Ja, ik vond hem goed. Harry. Ben je in vorm? Ik ben altijd in vorm. Ben jij sneller dan een Rus? Ja, ze zijn snel, die Russen. Maar ben jij sneller? Nou, ik durf wel te meten. Ja? Zeker. En als ze te snel zijn, dan geven ze gewoon een tikkie. Dan is het van... Hoppakee. Plat, hè? Geen gelul. Oké. Okay. Nou, ga dan even vragen dan. Want die wedstrijd gaat zo beginnen. Is de civiel lijkt aan Hakkenbar? Een Hakkenbar? Wie zie jij een Hakkenbar? Ja. Ik vind er zo wel eentje, jongen. Ja, dat mag ik over. Is geen probleem. Wie is de civiel lijkt aan Hakkenbar? Voor die hakken? Voor die schoenen. Ja? Hakkenbar. Hoe Kwik hakken. Ja, niet? Niet? Ja, voor mijn hakken. Ja, dat is al. Dat is Beim? Bij Hertie. Kalfas Hertie. Vielen dank. Zie je? Vielen dank. Heb je nou een hakkenbar? Kalfas Hertie. Johnny van het Zwem. Even over... Hoe bijvoorbeeld je haar moet zitten tijdens een wedstrijd, is dat belangrijk? Nou, ik hecht er eigenlijk niet zoveel waarde aan tijdens een wedstrijd. Of voor de wedstrijd ben ik daar niet mee bezig. Nee. Maar na afloop, dan... Kan hij wel weer wat gel hebben? Dan heeft hij wel wat gel nodig weer, ja. Ja? Is het opgedroogd een beetje? Ja, en dan zit het een beetje in de war door het zweet. Ja, je hebt natuurlijk gedoucht. Het is geknipt op gel niveau, dus er moet wel wat gel in aflopen. De kleding is natuurlijk ook belangrijk, hè? De shirtjes en zo. Ja, zeker. Ja. Wat dat betreft vind ik het jammer dat we geen fel oranje shirt hebben. Zoals het hoort, hè? Zoals het hoort, ja. Zoals de Italianen dat mooie blauw hebben, vind ik dat wij dat felle oranje moeten hebben met niet zoveel... We lijken net goudvissen, vind ik, ja. van die schubben erop. Ziet er niet uit, hè? Nee, ik vind het niet echt geweldig. We winnen wel ermee, dus ja. We houden hem natuurlijk nog even aan, maar ik denk dat het in het vervolg gewoon weer naar het ouderwetse felle oranje moeten gaan. Ja. Maar vinden de meeste spelers het een lelijk shirt? Ik geloof het wel, ja. De mop van Rob. Ja. Rob, heb je nog een mop? Ja, zolang...
Ruud Spiegels niet in de steek laat, laat ik jou ook niet in de steek. Nee, nou vertel nog even nou, eentje dan. Net even dat onderlinge partijtje buiten op het veld was hartstikke leuk. Ja, ene ploeg staat met 2-0 voor. Maar op dat moment komt Sjaak Hogewoning pas aan. En die zegt tegen Renze de Vries, Renze, wie hebben de goals gemaakt? Zegt Renze, die hebben de goals gemaakt. Wie hebben de goals gemaakt? Ik wist niet eens dat ze kapot waren. Renze kan lekker toe komen. Dan gaan we weer gaan doen met Ruud. Nou, ze gaan er als mis als uit, ze spuiten weg. Ze worden als het ware afgeschoten, zou je kunnen noemen. Dus ja, dan moet je zorgen dat ze wel afgeschoten worden, maar dan al heel snel kunnen opvangen. Dus de rust die trekt zich eerst even terug? Ja. Gaat even wachten? Totdat een balletje komt en dan is hij in één keer weg. En dan is het scheuren geblazen. Ja, dat kun je zeggen. Dat heb je ook de eerste wedstrijd gezien. En die zie jij op je afkomen. Dat ja. Is een leuk gezicht natuurlijk. Daar ben je lekker mee, hè? Zeg dat? Je zit het laatste ja, natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant, we hebben ze nu één keer gehad. Dus we weten wel wat te wachten staan. Of schoon ze natuurlijk tegen de Italianen weer ongelooflijk aanvallend gespeeld hebben. Dus misschien dat we ook wel weer weten wat er niet te wachten staat. En zo kun je natuurlijk nog heel lang doorpraten. Dat is heel interessant, hè? Ja, vind je niet? Maar je wilt toch een beetje praatprogramma doen? Zeker, nou, maar dit vind ik wel leuk, hoor. Wat doe je? Dus je hebt dus twee kansen. Ja. Ze kunnen aanvallen en ze kunnen verdedigen. Ja. En ze kunnen het ook combineren. Met andere woorden, je speelt tegen Rusland en het kan heel ingewikkeld worden. Ja. Maar nou, de uitslag nog even. 2-1 voor Nederland. Maar dit zei Ron Atkinson, oud-manager van Manchester United, 2 dagen voordat het toernooi begon. If they catch fire, the Russians will murder everybody. Hey, kom op nou een keer. Waar missen we de eerste goal? Klaar. Is het klaar? Ja, in 3 minuten klaar staan daar 100 man, uiterst geroutineerd. Ja, misschien dan een beetje op, want als missen we de eerste goal van Nederland. Even afkondigen. Ja. Dit was het. Rinus Michels en Kees Jansma hebben zojuist de laatste tactische aanwijzingen gegeven. Ja, tempo. Dit was Veronica. Precies. Jezus. Ik heb het weer gedaan. En je gaat het in Nederland maar laten maken, hoor. We gaan niet meer terug naar, ja, hoor. Ze zijn hier wel beter, hoor. Even. Wat zijn ze beter? In het maken van hakken, man. Ja. Münchener specialiteit. Dat kunnen ze in Nederland niet. Nee, minder. Veel minder? Ja, minder.